De koers breekt pas open in de heuvelzone na een kilometer of 80 met de beklimming van de Oude Quaremond, de Paterberg en daarna ook de kasseien van de Varend. We zitten op Tiegenberg in het spoor van twee West-Vlamingen, aan de staart van een elitegroepje. Met het nummer 142 zien we Anne-Sophie Duyck en net voor haar zit Valerie de Meij. Vooraan proberen drie Nederlandse en één Poolse weg te rijden. Ellen van Dijk, Annemiek van Vleuten, Janneke Ensing en Nivia Doma. Maar dat zal niet lukken. Net na de beklimming van de Holstraat krijgen we een groepje van 16, met daarbij ook heel knap Anne-Sophie Duyck uit Hulste. Ze bewijst dat haar zege in een Spaanse rittenkoers dit jaar geen toeval was. Opvallend, Jolien Doren heeft de boot gemist. Op 4 kilometer van de streep probeert Hannah Barnes er alleen van door te gaan, maar de Britse raakt niet weg. De groep gaat naar een spurt en daarin toont de Finse kampioene Lotto Lepistö zich de sterkste. Ze haalt het voor de Australische Elvin en de Duitse Brennauer. Lotto Kopecky is heel knap zesde. Anne-Sophie Duyck haalt een mooie tiende plaats binnen. Zij kan met vertrouwen naar Gent-Wevelgem nu zondag. Ik kon goed aansluiten. Ik heb proberen zo verstandig mogelijk te rijden. Vroeger had ik nogal de neiging om gewoon zelf in de wind te gaan rijden. Maar nu heb ik proberen toch iets tactischer aan te pakken. En dan loont dat wel in de eindfase.